Vandaag bij Mr. Wheels hebben wij bij ons de nieuwe Alfa 4C. Alfa gaat eigenlijk een beetje terug naar een roots met design en sportiviteit. Het is eigenlijk een beetje een klein racemonstertje, een kleine mini Ferrari vind ik om te zien. En hij rijdt ook zo. Ze hebben bij Alfa deze 4C op een prachtig gewicht kunnen brengen, namelijk 895 kilo. Dat is vooral omdat ze veel carbon gebruikt hebben en omdat ze vooral heel veel weg hebben gelaten. Zelfs de gasvering bij de achterklep is weggelaten om gewicht te besparen, dus dat doen we handmatig. Veel bagage moet je niet meenemen in deze two-seater. Motortje ligt in het midden, een 1,75 zoals Alfa dat zegt, dat zouden wij als 1,8 natuurlijk zien. 4-cilinder, 240 pk en ook nog zuinig ook, 1 op 15. En zeer pittig, maar dat zullen we zo direct even laten zien. Nou, prachtig Italiaans design natuurlijk. Hier nog een mooie luchtinhapper. Hij staat op 18 inch velgen. Dat lijkt gelijk al heel groot, want de auto is natuurlijk klein. De voorkant is ook stoer. Ik heb een beetje moeite met de koplampen. Dat is iets compleet nieuws qua design. Helemaal afgewerkt ook in carbon. Ja, verder natuurlijk een klein leuk racemonstertje. Zo, dan gaan we nou een stukje rijden. Want rijden is wat je met deze auto doet. Het is echt een fun car. Je ligt heel laag op de weg. Een soort skeltertje heb je het gevoel. Sportstuurtje ligt heerlijk in de hand. Je kan hem automaat zetten of op manual. Dan kan je met de flipper schakelen. Geen stuurbekrachtiging, dus heel rauw. Directe besturing. Ja, een hele aparte ervaring. Nou, de Italianen hebben uit deze kleine 4-cilinder dus 240 pk weten te persen. Goed voor 258 km per uur en 0 naar 100 in een echt indrukwekkende 4,5 seconden. Echt knap, echt snel. Dan laten we nu de uitlaat even brullen met deze 4-cilinder, want er komt echt een heel behoorlijk geluid uit. Nogmaals heel minimalistisch, twee spaaks goed in de hand liggen, stuurwiel, veel informatie direct via het dashboard digitaal, geen navigatie, beperkte mogelijkheden qua muziek, prima allemaal, maar het gaat natuurlijk om het rijden en het geluid van de motor. Je schakelt het bedieningssysteem, dus net zoals Ferrari en Maserati, je hebt de 1, je kan kiezen tussen automaat en manueel, dan ga je met de flippers aan de slag, de R heb je nog en de N van neutral, precies zoals de grote broer. Net uit de binnenstad van Amsterdam, waar we nog even een afspraak hadden. Wat opvalt is dat de mensen op straat de auto fotograferen, continu filmpjes maken. Dat komt ook door het lawaai ten eerste en door de rode kleur en door het opvallende design. Nou, de auto heeft continu achter mij die motor die zuigt en die fluit. Het geeft een heel fijn gevoel, zo weet je, dan zuigt hij weer even, je voelt hem zuigen. Nou, heel veel lol, vanaf 59.995 euro, dus een kleine 60 mil, kunnen nog wat opties bij. Ik denk overigens dat de binnenkort te leveren Spider het nog iets beter gaat doen. Nou mensen, dat was een dagje rijden in deze Rosso Auto Vatturia. Arrivederci en tot de volgende keer.